Alleen palmolie boycotten heeft toch geen zin? Wat is palmolie precies? Laat je olie helemaal achterwege? Hoezo zou je met palmolie willen leven? Is het echt zo slecht voor je als mensen zeggen? Waarom ga je zonder palmolie leven? Is echt niet zo slecht voor je hoor. Ik ben naar Indonesië geweest en daar is de natuur weggekapt voor palmolieplantages. Een goede tip is puur pindakaas. Die bevat geen palmolie. Got it! Maar al die verschillende meningen in nieuwsartikelen, wat moet ik daar nou mee? Hallo lieve mensen, tof dat je kijkt. Deze week ga ik proberen een week zonder palmolie te leven. Ik hoor de laatste tijd zo vreselijk veel verhalen over palmolie en hoe vreselijk slecht het wel niet zou zijn. En ik zie gewoon door de boom het bos niet meer. Ik ben een tijdje terug al gestopt met het eten van chocoladepasta. Ja. Want daar beginnen mensen vaak als eerste over. Palmolie zou alle oerwouden en verre landen verwoesten. Maar ik weet eigenlijk helemaal niet precies hoe het daarmee zit. Moeten we het boycotten? Wat zijn de gevolgen? Is duurzame palmolie wel oké? Ik weet het niet! Dus deze week duik ik helemaal in het onderwerp. Hoop ik wat duidelijkheid te krijgen voor jou en voor mij. Om te beginnen, mijn allereerste vraag is: wat is palmolie en waarom heeft het zo'n slecht imago? En daarom ben ik gaan praten met Rolf Schipper van Milieudefensie. Ja, Milieudefensie zet zich in voor een beter milieu en voor een rechtvaardige samenleving. Ja, en jij wilde de tijd nemen om mijn vragen over palmolie te antwoorden. En de eerste vraag is: ja, wat is palmolie en waarom heeft het zo'n slecht imago? Ja, palmolie is een olie, zoals je ook zonnebloemolie hebt of olijfolie. En het wordt heel veel gebruikt tegenwoordig, vooral in fabrieksproducten, zoals afbakpizza's en chocoladepasta, maar ook in shampoo en cosmetica. En waarom het een slecht imago heeft, is omdat we er zoveel van gebruiken, moeten er heel veel plantages worden aangelegd. En die worden aangelegd in de tropen. En daarvoor verdwijnt heel veel tropisch regenwoud. Doordat er zoveel bos verdwijnt, dreigen de dieren uit te sterven, zoals tijgers, olifanten, orang-oetans. En ook de mensen die er wonen, die worden vaak zonder pardon van hun land gezet, waardoor ze geen inkomsten meer hebben, geen schoon drinkwater. Dus er zit allerlei ellende achter die palmolieplantages. Oké, duidelijk. Laten we beginnen met eten. Wat kom ik tegen en kan ik eigenlijk wel helemaal palmolievrij eten? Dag 1 jongens, ik heb er zin in. Het is nu 12 uur. Ik heb al een afspraak gehad bij Soapjar. Dat is een PR-bureau die PR doet voor beauty, lifestyle en modemerken. En ik heb daar vroeger gewerkt, dus dat is echt gewoon even terug in de tijd. Dat voelt ook echt als 3 levens terug. Maar ik heb daar toevallig hele leuke cadeautjes gekregen. Namelijk dit kookboek. Maar ook bakbananenmeel. Heb ik echt nog nooit van gehoord. En ben ik heel benieuwd naar. En amandelmeel. Wat gewoon natuurlijk een teken van God is. Dat ik zelf moet bakken deze week. En dat ik dat niet dus in de supermarkt moet kopen. Die koekjes met palmolie. Dus ik ga nu gewoon zelf lekker repen en koekjes en taarten bakken. Top! Fast forward naar de avond. Ik ben me aan het klaarmaken voor een diner. Ik ga eten met mijn vriendinnetje Nicole bij restaurant Moer in Amsterdam. Ze hebben een nieuwe vegan menukaart die ik ga proeven. En als je vegan gaat eten, dan zeg ik altijd, laat zoveel mogelijk vlees zien. Lekker. En ik heb heel awkward nog even gevraagd of ze palmolie gebruiken in de recepten. Maar dat doen ze absoluut niet, want alles is allemaal hartstikke vers, lokaal en seizoensgebonden. Bewust, inderdaad. En ik vind het gewoon zo tof dat restaurants er zo mee bezig zijn. En dat ze letten ook heel erg op voedselverspilling. En daar heb ik natuurlijk laatst een hele video over gemaakt. En ja, echt top. Ik ga naar de supermarkt en ik ga kijken 1 waar allemaal palmolie in zit en 2 of er producten zijn die je kunt vervangen die soort van hetzelfde zijn, maar dan geen palmolie bevatten. Dan kun je gewoon een andere keuze maken, heb je nog steeds hetzelfde product, maar is dat misschien toch een beetje beter? Palmolie, geen palmolie. Palmolie, geen palmolie. Palmolie, geen palmolie. Palmolie, geen palmolie. Allemaal palmolie. Geen palmolie. Palmolieven. Geen palmolieven. Palmolie. Geen palmolie. Palmolie.
geen palmolie. Oké, conclusie is in ieder geval toch wel dat er echt in heel, heel, heel erg veel producten, wat geen verse producten zijn, palmolie zit. Dus ik ga me afvragen, hoe kan het toch dat bedrijven dat massaal zijn gaan gebruiken? Ja, er wordt veel meer palmolie gebruikt dan vroeger. En dat komt vooral omdat het ontzettend goedkoop is. En waarom is het zo goedkoop? Nou ja, omdat bedrijven die palmolie verbouwen vaak zonder pardon mensen van hun land zetten, zonder dat het iets kost regenwoud plat gooien en ook de arbeiders bijna niets betalen. Ja, dan wordt het wel heel erg goedkoop. Goedkoper dan dat je het in Europa produceert. Maar goed voor de mensen daar en voor het milieu is het natuurlijk niet. Oké, jongens, ik dacht dus dat palmolie vooral in fabrieksvoedsel zat, maar wat blijkt, het zit ook heel veel in babyvoeding, brood en beleg, biodiesel, gelukkig rijden wij elektrisch, dus daar dragen we niet aan bij, maar ook cosmetica is een hele belangrijke. Bij eten zie je gewoon palmolie of palmvet op de verpakking staan, bij cosmetica is dat iets anders. Dit is een lijst met meer dan 200 verschillende benamingen van stoffen waar dus palmolie in kan zitten. Hoe dan? Dat is voor ons consumenten dus gewoon echt super moeilijk te vinden. Toch ga ik een poging doen. Hierachter is mijn make-up tas. Waar ik al mijn make-up en zeep en shampoos en zo bewaar. Dus die ga ik nu uitpluizen. Many hours later. Oké, dit was echt niet te doen. Halleluja. En bovendien, en ik besef me dat ik nu echt heel erg oud ga klinken, maar ik kan al die kleine lettertjes niet lezen op die verpakkingen. Wel even een disclaimer, jongens, want ik heb echt heel veel producten, vind ik zelf, veel meer dan ik nodig heb. En dat komt omdat ik ook heel veel producten krijg of heb gekregen. Ik koop heel weinig zelf. Als ik zelf iets koop, dan let ik erop dat het in ieder geval vaak wel natuurlijk is of vegan. In ieder geval niet op dieren getest. En daar ben ik wel veel mee bezig. Daar ben ik absoluut niet perfect in. Maar ik doe mijn best. Maar wat ik in ieder geval nu overhoud van dit hele stapeltje is in ieder geval dit product. Dat is een huidolie die echt van grape seed oil is gemaakt. Sowieso een hele fijne olie. Volgens mij deze massageolie van Weleda ook niet. Deze shea butter van de tuinen ook niet, want dat is ook gewoon puur. En deze zeep van Lush. Toevallig was ik van de week naar een event van Lush en heb ik er ook met hun over gepraat. Zij zijn namelijk als een van de weinige bedrijven volgens mij super transparant over hun palmoliegebruik. En ze schrijven er ook artikelen over. Ze zijn heel erg bewust bezig met het verminderen van hun palmolie. Ze hebben bijvoorbeeld een tijdje terug een eigen C-basis gemaakt. Normaal koop je dat in, maar zij hebben het nu zelf gemaakt om er zeker van te zijn dat er geen palmolie in zit. En zo zijn ze gewoon heel goed bezig daarmee eigenlijk. Dus dat vind ik heel mooi. Sowieso is Lush een mooi merk, want dierproefvrij en natuurlijk en super fijne producten. En ik word er altijd heel blij van. Maar dat ze daar ook zo open over zijn en mensen ook helpen bewust maken, dat vind ik heel tof. En verder, jongens, ik vond het echt heel moeilijk. Ik daag je uit om een keer door je eigen make-up kast te gaan. Kunnen we helemaal zonder palmolie? Op zich zou dat moeten kunnen. Want 20, 30 jaar geleden hadden we ook geen palmolie. Het groeit namelijk niet in Europa. Heel vaak heb je die olie ook helemaal niet nodig. Want het zit vooral in fabrieksproducten. En op het moment dat je versere groenten gaat eten, zelf gaat koken, dan heb je vaak ook die palmolie helemaal niet nodig. Ja. Dus gezonder eten betekent ook vanzelf minder palmolie gebruiken. Ja, op alle vlakken een goed idee. Nog even over het kappen van bomen gesproken. Want je hebt vast mijn grote vriend Wout al eens gezien op de achtergrond in mijn video's. En nu is het zo dat voor iedere verkochte woud er 24 bomen worden geplant in Afrika in samenwerking met Trees for the Future. Zo worden er dus en bomen geplant en er worden mensen geholpen om daar weer hun geld aan te verdienen. Supermooi initiatief dus. Daarnaast heb je als je zo'n mega boom in huis hebt ook meteen een super duurzame luchtverfrisser. Dus ja, ik ben echt helemaal gek van mijn woud. En als je net als ik en Bowie ook vast denkt, ik hoef maar naar een plant te kijken en dan gaat hij al dood. Nou, geen zorgen, want je krijgt dus 3 keer per jaar een e-mail als je woud water moet geven. Dus ja, het kan gewoon, je kan hem niet doodmaken. Zo, ik ben er even bij gaan liggen.
één vraag waar ik nog heel erg mee zit en die jullie ook heel vaak stelden via mijn Instagram story, is hoe het nou zit met duurzame palmolie. Want er zijn dus soms labels op producten die dan zeggen dat het met duurzame palmolie is gemaakt. Maar dat schijnt dan ook weer misschien niet waar te zijn. Of dat het niet eigenlijk zo duurzaam is als je denkt en dat certificaat eigenlijk niet zoveel voorstelt. Maar ja, ik denk altijd dat je beter iets kan kopen met certificaat dan zonder. Maar hoe het precies zit en wat het nou echt betekent, weet ik niet. Ja, helaas is duurzame palmolie vaak toch helemaal niet duurzaam. Het staat er wel op, maar het geeft geen enkele garantie. Milieudefensie heeft dit voorjaar onderzoek gedaan en laten zien dat bij veel van die palmolie waar een duurzaam labeltje aan hangt, nog steeds mensen van het land worden gezet, nog steeds regenwoud verdwijnt. En ja, dat het dus vaak helemaal niets oplost. Maar waarom krijgen ze nou wel zo'n stempel? Ja, de reden dat die bedrijven toch zo'n stempel op hun product hebben, is omdat ze zijn aangesloten bij een initiatief van een groep bedrijven. Mm-hmm. Die zeggen dat ze hun best willen doen om het beter te gaan doen. Ja. En dat is natuurlijk heel goed dat ze dat doen. Alleen in de praktijk komt er nog heel weinig van terecht. En daarom vinden we ook dat dat stempel eigenlijk alleen erop zou moeten staan als het echt duurzaam is. En niet alleen maar als je een beetje je best gaat doen. En daarom is het heel jammer dat het stempel er eigenlijk nu wel is. Want als consument weet je dan eigenlijk niet waar je aan toe bent. Bij palmolie is wel het grootste probleem dat we er veel te veel van gebruiken. Dus als je nou iets wil doen in de supermarkt, probeer dan vooral minder palmolie te gebruiken. Ja. Oké, je kijkt nu deze video en je denkt waarschijnlijk, wat de fuck moet ik hier nou mee als consument? Wat jij, Maxie? Ja, absoluut. Nou, ook daarom heb ik weer een vraag gesteld aan Milieudefensie. Ja, wat je natuurlijk kan doen is proberen palmolievrij te leven. Mm-hmm. Je bent er al mee bezig. Waarschijnlijk zul je er ook achter komen dat het heel lastig is om dat echt helemaal te doen. Ja. Gezonder eten helpt dus wel. Maar wat vooral ook helpt is bedrijven vertellen dat je die palmolie niet langer wilt. En in Nederland zijn met name de banken ook belangrijke spelers. Want die geven miljarden aan die foute palmoliebedrijven. Ja. Dat zijn de ING, de ABN AMRO en de Rabobank. En daarom dat wij ze ook oproepen om te stoppen met het geld steken in die foute palmolie sector. Ja, nou dan ben ik dus extra blij dat ik een paar maanden terug weg ben gegaan bij de Rabobank. Hoe ironisch dat ik mijn conclusie opneem terwijl ik in Indonesië ben. Volgens mij de grootste palmolieproducent van de wereld. Ik vond het heel erg confronterend deze week, heel veel geleerd. En wat ik vooral heb geleerd is dat er best wel wat dingen zijn die je kunt doen. Oké, dus consumeren, minder palmolie gebruiken, supermarkten erop aanspreken, van bank veranderen als je nog bij een bank zit die de plantages van palmolie support. Mis ik er dan nog één? Ja, gezonder eten, hè? Vers voedsel. Sowieso gezonder eten. Ja, oké. Hartstikke bedankt, Rolf. Graag gedaan. Bedankt voor het kijken. Heb je nog vragen? Laat het me dan vooral weten in de comments. En ik zie je volgende week weer.